Oké. Okay. Ja, we gaan beginnen. Oh, dat is leuk, ja. Net zoals bij tennis, dus nu 15 jaar geleden. Ja. Ben je live, Ruud? Zie. Ik was live. Ruud is live. Ja. We waren ook al live. Ja, ik ook. Probeer. Nou, ik stel het hier, hè. Helemaal live. Ja, hier een mooie foto en Sonnet. Wat kan je zien? Die jongens tegenwoordig bijna niks laten via de muur laten komen, hè? Omdat er meer tennis van zijn. Ja, goed. Ik heb niet heel veel verstand van tennis, maar dat. Ik heb gisteren met Wesley en Roscoe met Wouter mijn competitiemaatje dan, ja. Tennissen en zo, ja. Gespeeld. En twee uurtjes.
zeg maar. Ja, het is wel apart hoor. Gaat snel. Ja, maar het is ook bij is leuk om te doen. Ja, en lekker buiten, hè? Ja. Nou ja, met dit weer is het al heel fijn. Maar mag je hem ook met je voet spelen? Nee. Oh, dat deden ze net even. Ja, geintje. Je mag niet tegen de zijwand. Nee, het mag wel, maar eerst via de normale band. Eerst via de grond. Ah, oké. Okay. En de service die mag. Die moet een keer stuiten in het vak. En daarna mag je via het glas, maar niet via het hek. Oh, zo, oh ja. €35. 21 euro.
zoiets. Moet je hem even kijken op de rekenmachine naast de... Ja? Ja. Top. Dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk ja, met je pols en je armactie wel. Maar ja. Heb je dat gezien op YouTube? Filmpjes? Ja. Moet je eens kijken, lopen ze gewoon de baan uit. Anticiperen ze dat die smash er overheen gaat. Super, applaus. Thank you.
Twee keer spelen, twee keer spelen. Goed te kijken. Waarom heb je die kans? Goed kans. Goed. Hey, goed binnen. 4-1. Ja, dat zijn lastige ballen. Ja. Ik weet niet of ik tennis zou opgeven voor padel. Nee, ik ook niet. Ik niet. Nee. Ik vind het leuk om te doen. Maar... We zijn er ook niet mee opgegroeid dit zo. Nee, ook dat. Ik denk dat het wel 10 of 20 jaar duurt. Ja. Voordat hier de kinderen ermee in aanraking komen, mee omgaan, niveau halen. Klopt. Je hebt echt een achterstand hoor. Yes, wat een bal. Deed hij mooi camoufleren. Wat vond jij ze van? Weet ik, heb hem daarna niet meer gesproken. Oké. Nou, ja, dat Gijs had het al veel eerder van. In Lelystad heb ik het al een aantal jaar. Ja. Deed hij mee dat toen we het 3-sterren toernooi denk ik was. Oh, oké. En dan gingen ze ook wel gedaan. Dus dat vind ik wel. Oké. Nee, misverstandje. Hij vindt het wel een leuk spel hoor, dat heeft hij al eerder gezegd. Ja. Ik geloof niet dat hij tennis ervoor gaat opgeven. Ik geloof niet zo. Nee. Ik kan me voorstellen voor echt jeugd. Die net begint ofzo, dat het best wel leuk is. Het is intensief, het is snel. Het is toegankelijk. Het is toegankelijk. En je speelt het meteen op de grond, dus dat is ook gezellig. Ja. 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 Maar ik zie mijn generatie nu, ik ben 60. Ik zie mensen van mijn leeftijd er niet meer intensief mee verder. Ja. Maar goed. Ja, je weet het niet. Ik kan zomaar een heel andere kant op gaan. Maar ja. Ik vind het voor mezelf niet. Nee. Thank you.
Nou, het is een leuke opkomst. Hey, zijn er al wat aanmeldingen iets zo? Ik hoorde dat er 7 mensen zich aanmelden. Oké. Okay. Ja, dat moet ook zijn draai gaan vinden natuurlijk. Ja, daarom. Heel mooi. Ja, je weet, er is een Nederlandse padelbond en de KNLTB doet dat ook. Dus ja. Ik heb net alweer gesproken met de KNLTB man die hier was. Ja, ja. Ja, dat gaat doen hoor. Ja, ik zeg hoe kan het dat dan dat je de vereniging niet voor het blok zet dat ze een beslissing moeten nemen. Ja, ja. Ze hebben hier toch uit kunnen komen tussen KNLTB en het padelbond? Ja. Nou, moet ik wel zeggen, ik denk dat wij 9 bij de KNLTB aangesloten hebben. Het kost ons niks extra's daarvoor. Nee. Want die afdracht die doen we al, die gaat niet. Die zal, ja, nee. En er zijn nog wat andere voordelen. En die Nederlandse padelbond, die heeft maar 14 clubs. Maar een heleboel teams. Er zitten een heleboel teams bij die 14 clubs. Yeah. En ja, terwijl de KNLTB heeft nu 30 verenigingen die aangesloten zijn voor padel. Ja, daar moet de groei in komen. Ja, dat zou je wel zeggen. En er zijn 1700 tennisverenigingen. Ja. Nou, daar zou best een. Tussen zijn benen, achter zijn rug, dat moet voor alles. Ja, super handig die gozer. Ja. Ja, ik baal er dus wel van dat je toch weer als vereniging een keuze moet maken. Ja. 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 Dat is zelfs gewoon een haantjes gedrag. Ja. Nou ja, belangenverstrengelingen, weet ik veel wat allemaal. Het is altijd mede te maken. Toen het. Ja, belangenverstrengelingen. Ook lekker hoor. Dat is niet iets hoor. Snoep? Dit is een beetje te veel houden, maar dat is niet om te doen. Ja, maar dat blijft ook een winkel. Alles is goed. Nou, we lopen met even heen. Bouke staat er. Wat ze proberen. Peter de Winkel staat achter de kassa. Ze proberen dat ook erin. Dus deze wat voorbereid. Ja, dat is ook niet wat, hè? Dat is ook niet zo wat. Ze gaan gewoon door, hoor. Ze pakken het wel overal. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Goed.
Sorry Wes! Sorry Wes! Sorry Wes! Thank you.
match point. The winner of this ball is still the winner of the match.